Halleluja, welkom mensen bij aflevering 2 van Road to Chelsea. En voordat we beginnen deze aflevering wil ik jullie allemaal bedanken voor de 130 likes die we op aflevering 1 hadden gekregen. Het is echt immense support, dank jullie allemaal. Dus als we op deze aflevering weer rond de 100 likes kunnen krijgen, zou dat echt helemaal fantastisch zijn. Ik heb verder ook nog een aantal mededelingen. En de eerste is dat ik nog een serie samen met Matty ga doen. Naast onze koopserie hebben wij nog een heel leuk ander idee. En dat is namelijk dat wij met 100k of 200k, weten nog niet een beetje wat we gaan doen. In ieder geval met 100k gaan wij pakjes openen samen tegen elkaar. En degene die het langs die 100k kan volhouden, die wint. Dus alles wat we uit de pakjes krijgen, dat mogen wij verkopen. En daar moeten wij dan zoveel mogelijk coins mee verdienen. En dan is het eigenlijk gewoon een survival of the fittest. En het komt dus eigenlijk gewoon volledig op geluk. En aangezien ik Brabants geluk heb, gaat het waarschijnlijk helemaal goed komen. Maar als jullie dus die serie willen zien waarbij wij pakjes kunnen openen en om wie het langs overblijft, ja, dan moet je even een reactie zetten als je dat wil zien. En dan kunnen we daar ook weer mee werken. En dan hebben we voortaan twee series die we samen kunnen doen. Want ja, Matty en ik zijn samen met Mark en Robbie. Zijn wij eigenlijk de enige die nog actief uploaden op FIFA. En het begint een beetje weinig te worden. Dus ik doe nu gewoon heel veel samen met Matty om een beetje de community levend te houden. En ik heb verder nog een mededeling. En die mededeling is dat ik deze serie waarschijnlijk niet dagelijks kan houden. Omdat het best wel veel werk kost. En nu heb ik gewoon toevallig 2 afleveringen achter elkaar in 2 dagen. Omdat ik nu weekend heb en dat ik dus gewoon veel tijd heb. Maar door de week heb ik een stuk minder tijd. En ik heb binnenkort ook nog proefwerkweken. Dus in de tussentijd zal ik ook nog andere video's gaan uploaden. Zoals met Arkham Asylum Let's Play en ook nog andere video's. Ik heb sinds kort ook Battlefield 4, dus daar ga ik ook video's van maken. Dus je kan natuurlijk nog gewoon FIFA verwachten, maar daarnaast komen ook nog andere uploads. Dus ik hoop dat jullie daar ook gewoon jullie support op laten zien met een like en eventueel nog een abonnee als je niet geabonneerd bent. Want natuurlijk, als je niet geabonneerd bent, word al snel lid van de Hezenaar en dan weet je meteen wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dat was het eigenlijk voor de huishoudelijke mededelingen. Maar we hebben onze eerste wedstrijd van deze aflevering gewonnen met 1-4. Een redelijk mooi resultaat en we hadden onze tegenstander best wel weggespeeld op die ene tegengoal van Boateng na. Maar dat was wel redelijk aan mij te wijten, aangezien mijn verdediging daar niet het on point was. Maar het doet het niet echt toe. De winst is natuurlijk binnen 3 punten die onze seasons ranking gaan. En ik besloot dus Edge om de Chelsea kits en badges te kopen. Want een Road to Chelsea is geen Road to Chelsea als je niet de kits en badges hebt. En later ga ik ook nog het stadion Stamford Bridge kopen. Maar dat doe ik als ik het team volledig heb op 100 chemistry. Maar we gaan hier in onze tweede wedstrijd van de aflevering tegen een volledig Argentijns team. En ik moet zeggen dat Argentijns teams echt heel goed zijn. De zilvers zijn wel iets beter dan de gouden spelers. Want ik heb ze zelf gebruikt, beide goud en zilver. Maar zilver heeft een redelijk gebalanceerde league. Ze hebben goede snelle aanvallers. Volgens mij ook eentje met 91 pace. Een high-low work rate. En ze hebben snelle verdedigers, ook heel goede centerbacks. Alleen de keeper vond ik wat minder. Maar je moet eens even kijken, als jij voor goedkope Silver League aan het kijken bent, dan kijk even de Argentijns League. Maar terug naar de gameplay, zoals je kan zien, maakte Kevin De Bruyne, en ja, dat zeg ik echt op een Belgisch accent, ook al klonk het niet echt heel Belgisch, is De Bruyne een heel goede indruk aan het maken voor ons team. Door meteen een hat-trick te scoren, en ik had eigenlijk niet verwacht dat deze jongen zo goed is. Want hij heeft ook nog 75 strength voor zo'n kleine jongen, en hij heeft ook nog redelijk goede balance, dus over het algemeen vind ik het echt een superspeler. Ik kreeg wel 1 goal terug, wat natuurlijk een klein beetje slecht was en dat verzorgde voor de nodige facepalm. Maar je daarna maakte mijn tegenstander een fatale fout eruit komen met zijn keeper. En dan is het heel makkelijk voor Ruben om die af te maken om de score op de 4-1 te brengen. En ik was er lang niet klaar. Natuurlijk, Baba Black Sheep maakte weer een heel mooie volley. Wat mij natuurlijk een achievement gaf. What a hit, son! En daar was ik blij mee, want een achievement is natuurlijk een achievement. En ik ben echt een achievement, hoor. Ik probeer altijd zoveel mogelijk achievements te halen. Ik weet niet hoe het met jullie zit met achievements of trophies. Maar Demba Ba scoort hier echt een prachtige finesse shot. Super mooi erin geschoten. Ook heel mooi in de verre rechterhoek. En echt onhoudbaar voor de keeper, want die was natuurlijk weer alleen maar bezig met uitkomen. Maar wel deze wedstrijd met 6-1 gewonnen. Victory muziek van Final Fantasy is er weer te vinden. En we gaan naar onze derde wedstrijd. En dit was op zich best wel een lastige wedstrijd tegen iemand die een Belgisch zilverteam had, was het volgens mij. Ja, Belgisch zilverteam. En die zijn op zich best wel goed. En daar heb je ook Bakali natuurlijk. Maar Bakali vind ik zelf echt heel slecht. Ik heb hem gebruikt en ik heb liever Jozefzoon dan Bakali. Maar dan moet ik ook wel zeggen dat in de Eredivisie, want heel veel mensen vragen mij hoe een Eredivisie team is, dat Depay echt fantastisch is. Daar zeg ik niet omdat ik een PSV-fan ben, maar Depay is echt een van de beste zilverwingers in het spel. Als je hem niet gebruikt, raad ik het zeker aan. Hij heeft goede shot power, hij heeft goede pace en met sniper heeft hij echt een fantastisch schot. Maar je ziet dus dat De Bruyne ook een fantastisch schot heeft. Ik bedoel, die gast kan nog beter schieten dan dat Moses zee kan splijten. Dat was de slechtste vergelijking die ik ooit in de geschiedenis heb gemaakt. Maar we gaan wel verder om de 2-2 te scoren. Met Demba Ba makkelijk, want ik ga hem gewoon voort met mijn center defensive mid. Eerst kopt hij hem op de paal, maar in de rebound schiet hij hem er keld in met een halve volley. Of een halve omhaal, ik weet eigenlijk niet hoe je zoiets noemt. Maar we gaan gewoon verder met zweten. Want een Brabander is geen Brabander zonder te zweten. En we scoren dus de 2-3. Daarna scoort hij wel de 3-3 om de spanning terug te brengen in de wedstrijd. En ik dacht echt van shit, ik moet eventjes wat beter mijn best gaan doen. En dat is ook precies wat ik ging doen. Kevin De Bruyne ziet daar met zijn visie weer baas staan. Ik zweet er meer, dus sorry voor het overmaat aan zweet. Maar ik wilde deze wedstrijd wel winnen, aangezien ik nog steeds had verloren in deze serie. En dat wil ik natuurlijk zo lang mogelijk zo houden. Maar daarna nam ik het heft in handen door hier met Ruben de 3-5 te scoren. En we waren nog lang niet klaar, want we scoren hier ook nog de 3-6. Een schot van De Bruyne die werd afgeketst, komt recht in de voeten van Ba. En die paast hem terug naar De Bruyne. En die loopt perfect vrij om hem erin te tikken. Om de 3-6 te scoren en het eind
eindelijk scoren onder de 3-7. Eerst na een mooie inzet van Demba op de lat scoort Ruben hem via een kobbel. Want hij heeft 78 gekopt, maar voor de rest kan hij niet echt veel. Maar dat is het einde van deze aflevering. Dus weer driemaal een winst. Dus zeker niet klagen, nog steeds ongeslagen. Maar dat is het einde van de aflevering. Dus ik hoop dat je hem leuk vond. Als je hem leuk vond, dan vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan weet je meteen wanneer ik een nieuwe video heb gemaakt. Dus word dit van de Hezenaren. Je kan me altijd voor Twitter. De links in de beschrijving staan. Vergeet de video niet te liken. En dan tot de volgende keer. En zoals ze in Brabant zeggen, houdoe en tot de volgende aflevering.